Yo kijkers, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dimitri Remus. Ik heb nu zo net pas mijn vlog in elkaar kunnen zetten. 18 uur 38 is het al. Redelijk laat dus. Ik heb nog juist voor de eerste keer nu dus 's avonds deftig kunnen eten. Yay! Ik ga morgen sowieso proberen gaan te werken. Wat hè? Ze is aan het bellen. Ja, ook Bea is naar hier gekomen om mij ook wat helpen te verzorgen. En daar ben ik haar ook heel dankbaar voor. Ik ben ook nog vandaag heb ik 4 keer moeten overgeven. Jee. Maar voor de rest gaat nu alles veel, veel, veel beter. Het zonnetje schijnt terug. Maar ja, het is met regenbuien en al. Welke medicatie neem ik? Ik zal jullie eens meenemen. En kut, het doosje ligt nog in mijn wagen. Dit is het flesje, daar staat op Primperan 5 milligram drank. Daar zit 200 milliliter in. En dat moet ik dus 2 keer dagelijks innemen. Dus daar ben ik nu ook mee bezig. Dus voor het eten en voordat ik ga slapen, dat ga ik dan ook een keer nemen. Dat dan ook mijn maag dan rustig s'avonds kan healen hoe het ook moet. Voilà. Ga hier ook nog een en het ander al wegzetten. Voilà, ça. Dan, als zij dan nog niet klaar is, kan ik nog gauw de afwas doen. En dan ook nog de tafel afrijven, natuurlijk, Dimitri. Ik kan gewoon niet stil liggen. Ik heb gewoon zo. Ja, mijn schatje zit gewoon te bellen, dus we gaan haar dan niet storen. Dus, ja, hier proberen. Dus het deur kunnen doen. Voilà. Kijk eens even. Voilà. Deze naar daar, deze naar daar. Deze mag ook eens weggegooid worden. Dus die leg ik al klaar voor weg te gooien. Hier lag mijn tubeke. Dat is wat ik dus daar eens keer inneem. Met 5 milligram altijd innemen. Ah, nu snap ik hem. Dat is dus 5 milligram. En dan moet ik dat in mijn mond spuiten. In mijn mond spuiten. Deze heb ik gisteren al afgewassen, dus die ga ik nog gewoon al wegzetten. Mijn excuses ook al dat de vlog gisteren te laat online is gekomen. Voilà. Alles hier neerzetten. Voilà. C'est ça. Even nog wel iets gaan doen. Dan nog een subiet nog verder opruimen. Want ik heb nog iets binnengekregen. Ja. Ik zal eens even kijken.
vandaag. Ai, ai, ai. Nee. Nee. Nee, 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 nee. Jammer. Nu gaat ze vloeken. Ja. Dus. Ik ben hier nu dus alles aan het sorteren. En voilà, voilà. Mijn dingen ook niet vergeten. Mijn deksel. Mijn twee deksels. Ga ik ook nog eens afwassen. Voilà. Dan alle messen nemen, glas nog nemen. Ik ga proberen toch die tafel zo goed mogelijk leeg te krijgen. Wat staat er dan nog op? Melk. Is die leeg? Ja, die is leeg. Empty. Zit er ook al bij leeggoed, dat ik dat zelfs kan weggooien. Medicatie zet ik even daar. Voilà. Rummy cup naar hier. En voilà. Dat in de middenste vak van haar. Voilà. Deze kunnen we even ook hier zo allemaal leggen. Dan mijn Fanta ga ik hier op de grond zetten, even. En voilà. Nu het volgende. Ga ik het water doen open. Ga ik ook mijn volmak nog eens uit. Voilà, met koud water natuurlijk. Dan ga ik dat hier ook nog eens doen. En dan ga ik dat nu lekker goed schrobben. En dan pak ik, ja, nu is het warm aan het worden. Dat is goed. Alassa, dat is goed. Afgevreven al. Heb je dat? Wat? Jij wilt al. Oké, dan gaan we dat direct doen. Ik heb nog een klein beetje water in mijn pompbak staan. Want ik wil nog alleen nog maar gauw even al. Zeg het helpen, de tafel nog afgeven. En dan kunnen we doorgaan. Ja, mijn schatje, dan zoeken we wat sixkes. Ik leef nog. Ja. Je leeft nog. Yes. Yes. Dan heb ik nog altijd veel plezier aan jou. En nu legt zij dus haar materiaal op een vele tafel. Ja, maar ja. Dat is als je ziek bent. Dan kun je niet te goed nadenken. Dat geef ik ook eerlijk toe. Dat was niet eens heel veel. Ah, oké. En nu wat jij hebt gezien, hè? Ja, ik ben een smodderkont. Ik weet dat ik een smodderkont ben. Ik ook. Ik jij ook, ja. Want ik ga eens jullie eens meenemen. Kijk eens wat een smodderkont dat ik ben. Kijk eens. Ziet dat eens hier. Hoho. Bij mij tegenover kleintjes. Ja. Maar ja. Ik heb twee borden gegeten, hè mensen. Ik heb twee borden. Ja. 1,5 bord. Ik ga eerlijk zijn. 1,5 bord. Maar ik heb al twee borden klaargemaakt. Dat is wel waar. Daar lig ik niet om. En daar bevestig ik ook mijn schat. Nee. Zeg ze. Ja, dat kwam door die stiek dat er kraat uitkwam. Voilà, sa. Kijk, dat
Ja, dat ken ik. Dat ze dan met een mes steken in je maag. Oh, dat kan pijn doen. En dat heb je nu aan de hand. Veel beterschap, schatje. Veel beterschap. Dat komt allemaal wel goed. Je wordt nog terug te ouwe. En wat zeggen ze nog altijd? Onkruid vergaat niet. Ik ben ook onkruid. Zeg! Mijn schat is geen een onkruid, mensen. Jawel, want anders zou ik nu al lang dan iemand zijn dat ik geen onkruid had. Voilà, ja. Voilà, dat is al afgevreven. Hier nog gauw drogen. Ik ga naar de auto kleppen, suikers op toe. Oké, dat is goed. Ik kom zo snel mogelijk. Ja, maar ik moet gewoon... En ik moet mijn schoenen doen. Wat blijft? Ik moet gewoon al kunnen zetten die staat bij de... Ah, oké. Okay. Oké. Okay. Dan, mijn schoenen nog zien te vinden. Help me uit de nood. Want de jager schiet mij dood. En nu moet ik stil zijn. Ah, de deur is open. Tot zo. Voilà. Aha, schoentjes gevonden, portefeuille check. Yes, yes, yes. 10 hondjes in de fles. Je ziet wel dat ik terug te oud aan het worden ben. Mensen, je ziet het. Oh, ben ik blij om. Ben ik super blij om. Nu nog eerst mijn studiolamp nog gauw uitdoen. En dan kan ik vertrekken. Oh, nu staat het op rood. Kijk maar. Rood, de kleur van de liefde. Zo. Zo. En dan stik ze nog niet eens de juiste sleutel op, toch op de deur. Want ze zeggen van Dimitri, ik maak het door jou nog iets gemakkelijker. Hier, stik de sleutel ook al op de deur. Nee, dat heeft ze niet gedaan. Nee. Dus. En nogmaals, mijn excuses, want mijn vlog is nu nog niet klaar. Mijn excuses daarvoor. Dat de vlog van gisteren, jawel, gisteren, niet tijdig online is gekomen. En dan ga ik jullie zelfs ook nog eens een kleine mededeling doen over Eurotrick Simulator 2 Planet Coast. Ter. Ik had niet door dat je naar mijn kant kwam. En jullie dat gehoord? Ze had het niet door dat ik naar haar kwam. Hier is ze. Kijk aan wat ik nu ga geven. Hier. Mwah. Alsjeblieft, mensen. Ondanks dat ik ziek ben. Ja. Fuck, zelfs heb ik het opnieuw. Nee. Ja. Nee, zo rap zal ik het wel niet meer krijgen. Jawel, dat kan, hè. Het kan. Het kan. Het kan. Zullen we zien dat het kan. Ja. Dus op het moment dat je zei dat je het niet kunt, krijg je het over. Ja, ja, dus ik ga zwijgen en ik ga hout vasthouden. Waar is hier ergens hout? Hout! Wat? Die zaak. En weet je wat erin zat? Brood en beleg. En dan kun je die één brood invriezen en dan die beleg in de frigo. Ik zal dat gewoon gaan halen. Dan kan ik dat en die, dan... Dan heb ik dat voor in het weekend. Oké, ik zal dat subiet dan invriezen. Dat is wel een kans. Kan dat erin? Nee. Ik heb nergens geen plaats meer in mijn theevriezer. Juist, daar zit al een brood in. Moet die dan wel gaan halen? Even. Ja. Oké. Kijk, nee, nee, doe maar niet. Ik zal het morgen dan wel meenemen. Ja, maar dan is hij al één dag oud, hè? Die is al één dag oud. En dan is hij 2 dagen oud, hè? Ga je, die dan nog invriezen? Nee. Ah, oké. Okay. Allee mensen, we zijn door. Dan zijn we wel een 2, hè. Haha. Salutjes.
Ik wil nog iets zeggen. Nee. Bye bye. Ah, bye bye, zwaai zwaai. Ik weet niet wat dat is met mijn verstand, hè. Maar ik was mijn koper al vergeten. Dus jullie kijkers was ik vergeten. Oeh. Dat is poepenklets, hè. Ja, dat is poepenklets. Ik weet het. Dat is poepenklets. Ach. Wat gebeuren kan gebeuren. Het is toch nog niet 100%. Ik zal zoeken wat mijn stem is. Niet 100%. Dat is echt ongelooflijk, hè. Ongelooflijk. Oui. Ik kan het toch jullie niet vertellen. Ik ben nieuwsgierig wie u bent. Ze vragen al af waar de vlog is. Kijk, hè. Dat wil ik wel even met jullie meedelen. Het duurt toch wel even voordat die open is. Chill. De vlog is op komst. Ietsjes later dan 7:30, maar hij komt online. Voilà. Even verstuurd naar een van mijn admins. Ja. Die ga ik nu pas in de upload gooien. Dus even kijken. En dan pak ik jullie ook nog mee naar de afwas. Deel 2. Weet je het nog? De eerste fragment. Waar we beginnen aan de afwas. En dan, ja, met een schat. Ik heb ook dan door, hè. Toen heb ik ook gezegd van voert. Hup. Even uitspoelen. Dan terug de top erin drukken, duwen. Dan nog wat zeep. Voilà. En dan maar laten vullen. Terwijl ik nu... Hopelijk is het gelukt de vlog online gooien. Oh. Ze zijn echt ongeduldig vandaag, hoor. Echt ongeduldig. Hup. Dan kan ik zelfs hier ook nog... Ah nee, muziek kan ik niet aanzetten. Of anders heb ik zelfs copyright claim. Daar heb ik niet aan gedacht. Voilà. Hoe lang duurt het? Ah, 2 minuutjes voor up te loaden. Nice. Dan ga ik die om 7:30 laten publiceren. Dan is hem ook klaar met controle. Inkomsten klaar. Ja, volgende. Dan helemaal naar onder scrollen. Certificaat indienen. Volgende. Volgende. Dan plannen. Om 19:30. Voilà. Plannen. Zo'n echo, ja, ik weet het. Zo'n echo, zegt hem. Ja, dat is als je op de gang vlogt, hè. Zal ik eens kijken. Dit zit al. Hé, hey, dat is timer. Kijk eens, juist aan het randje. Juist op het randje. Hell yeah. Dat is kunnen. En ondertussen zie ik al op de achtergrond dat mijn vlog geüpload al is. Yep, ik ben terug thuis. Lieverd. XXXXX. I love you. Voilà, Sam. En nu ga ik terug eens kijken, als ik terug perfect op tijd ben. Natuurlijk, ik kan hier nog het licht nog aansteken. En kijk eens. Voilà. Dat is dan ook weer gebeurd. Ik ga nu even naar de kleine kamer toe. En de mensen wat beantwoorden die mij continu sturen. Dat is BRNT, of mijn lieverd, of iemand anders. Ik kan ook chatgroepen zijn en al, dus dan weten jullie dat. Allee, yo, tot subiet. Tot naar de kleine kamer. Zo, mensen. Ik ben eens naar de kleine kamer geweest.
Juist. Ja, want ik begin ook aan de dingen. Ik ga hier dit ook meenemen even. Hier is geen bompak nu meer vrij. Heb ik niet bij nagedacht. Heb ik echt niet bij nagedacht. Mensen, handjes wassen na het wc-bezoek. Open. Maar die moet hier nu openstaan. Ah, kijk eens, dat schuim. Oh ja, schuim, schuim. Witte schuim, witte schuim. En dan mijn kraantje een klein beetje openzetten, een klein beetje maar. Ja. En dan eigenlijk 30 tot 40 seconden goed uw handjes wassen. Dan zijn alle microben dood. Dan doe je ook ondertussen even ook de kraan toe. Voilà. Ook mooi tussen de vingers. Voilà. Dus tussen de 30 en de 40 seconden. Dus we zitten nu aan 30 seconden al. Voilà. Kraantje terug open. Voilà. Dan zijn mijn handjes nu goed gewassen. Die worden toch subiet terug nat. Dus ik ga die niet afdrogen. Ik ga dan terug naar de woonkamer toe. Ik ga één ding zeggen. Ik hou ervan. Als ik mijn gsm niet terug vind. Yay! Ik vind mijn gsm niet terug. Mensen, stoor me. Ah, shit. Ik wil zeggen, stoor me maar! Ik vind hem toch niet. Ik ben toch wel gevonden. Even op iemand nog gauw beantwoorden. Dat wil ik jullie ook nog gelijk meegeven. Voilà, zo. Echt waar, mensen. Echt, echt, echt waar. Ik wou juist opstaan en dan, jank, nog een berichtje. Allee, ga ik opnieuw moeten pa. Zit dat Amerika? Ze blijven maar sturen. En dan moet ik nog zo goed mogelijk content maken, hè. Ik hoop dat het bij deze nu afgerond is. Ik hoop het. Allee, dan ga ik... Weet je wat? Ik ga nu de afwas doen. Voilà, sa. Nu zijn ze ook op de hoogte. En nu vergeet ik nog afwas. Voilà, sa. Dus ik neem jullie mee naar de afwas toe. Ik ga ook weer al alles zeggen wat ik ga doen. Daar heb ik zoveel goesting naar. Dat is 1. Ik ga eerst nu de glazen doen, want dat is doorzichtig. Voilà. Dan moet je niet echt in veel water doen. De tweede glas. Van Bea of alweer dat die van mij. Dan gooi ik het bestek er ook al in. Dan gaan we dat afwegen. Dan
pak ik ook mijn halve liter tassen van de Efteling. Maak ik dan proper. Die zijn ook al letterlijk jaren oud. Echt al jaren oud. Ik weet niet meer juist van welk jaar dat ze zijn. Zijn er echt ook Eftelingen fanaten die naar mijn vlogs kijken en die misschien deze tassen herkent? Voilà. Is dat nu nog dezelfde tekening of niet? Nee, dat is nog een andere tekening. Die ga ik dan ook eens laten zien. Als die proper is. Voilà. Zie je eens? Dan ga ik nog eens de andere kant laten zien. Alsjeblieft. Als iemand het weet, laat het in de reactie weten. Laat het in de reactie weten. En dan ben ik content. Van welk jaartal zijn die tassen? Of al een van de Efteling-medewerker die ook misschien zit te kijken naar mijn vlogs of zo. En die kan zeggen van ja, dat is van die jaartal. Daar ben ik jou 1000% dankbaar voor. Ik ga het wel navragen hoor. Natuurlijk als e-mail of zo stuurt of ben niet de slimste. Want ik ga je één ding zeggen, ik ken heel veel prep-hike fanaten, hè mensen. Ik ken er echt heel veel, hè. Want ik heb ook in de club Rollercoaster Friends gezeten. Dus ik heb half Europa ook al gezien in mijn leven. Maar jammer genoeg bestonden dan niet echt deftige camera's. Was ik dan nog niet aan het vloggen. Jammer genoeg, of anders had ik wel echt vakantievlogs gemaakt. Jullie zeggen nu van waarom pak je dat niet herop? Jawel, dat wil ik doen. Deze jaar. Ik ga eens even kijken wat de tripkalender is van deze jaar. Ik zal wel een klein beetje al een vergelijkenis brengen van waar gaan ze toch volgend jaar naartoe gaan? Of zo. Of misschien dat wij is. Ik wil zeggen, een fanmeeting gaan organiseren in een pretpark, bijvoorbeeld Bobby Adams. Zien jullie dat zitten, ja of nee? Laat het in de reacties ook maar weten. Voilà. Ondertussen tijd, met dat gelul en gebrul, is nog iemand anders aan mij aan het storen. Die moet maar geduld hebben. Dus ga ik alles afdrogen. Eerst weer al de glazen. Ik ga even bier brengen. Terug naar mijn eigen. Voilà. Dus eerst terug de glazen. Die zet ik hier van achteraan. Deze zet ik ook hier van achteraan. Waarom? In mijn kast staan de glazen zo en zo. Eigenlijk moet ze zo in de kast staan, omdat er dan ook geen stof erin kan vallen. Dus ik ben nu alle glazen ben ik weer al eens één keer aan het gebruiken. Ook doe ik dat met de tassen. Het gebruiken tot alles is gebruikt geweest. Hè. En toch ben ik zo nieuwsgierig wie je mij heeft gezien, maar ik ga toch niet kijken. Ondertussen kan ik wel de borden in de week zetten. Voilà. Scherpe mes voor de sandwiches. Ik zie nog iets. Okay. Even ook nog eens afrijden. Voilà. Ja, ik moet dat dus ook eens echt eens gaan afleren. Dus als er iemand ding zegt, direct beantwoorden. Ze moeten ook maar eens geduld hebben. 2 tot 5 minuten of zo. Want ik moet dan niet ook direct alles laten vallen voor, ja, voor te kunnen gaan te antwoorden. Dat wordt dus
heel vaak gedaan, hè? En dat is verkeerd. Dat is verkeerd, verkeerd, verkeerd. Ik zit nu in mijn lichaam met heel veel prikkels, omwille van dat ik wil weten wie mij heeft gestuurd. Dus nu zijn mijn handen toch direct droog, dus dan kan ik wel eens gaan kijken. Dus dan hebben ze ook geduld gehad. En nu zijn jullie open, wie heeft dat nu gestuurd naar Dimitri? Of wie heeft dat nu gestuurd naar die psycho? Psycho, psycho, du 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 du. Ah, psycho, ja. Ah, ja, Suus op 29. Praat jij in een microfoon zonder echo? Nee, in mijn GSM. Oké. Het was bier en thee. Voilà, het was bier en thee. The fuck? Ja, maandag heb je dus vergadering van het Rode Kruis. Elke niet om de gebruikelijke 8 uur. Dus dat ga ik wel even dan ook op mijn kalendertje zetten. Vergadering. Rode Kruis. Alken. Oké. Ik ben nu ook aan het vloggen. Voilà, locatie, dat is Sporthal De Alk. Dan zitten we de derde. Om 19:30 tot 22 uur is dat meestal. Want nu is het ook verkiezingen. En voilà. Oké, meer instellingen. 15 minuten ervoor, 10 minuten ervoor, 30 minuten ervoor, 1 uur ervoor, 2 uur ervoor en 1 dag ervoor. Voilà. Verkiezingen en vergadering. Voilà. Dat hoort onder privé. Toevoegen. Ah ja, 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 ja. Dat klopt. Er zijn toch wel al veel afspraakjes wat ik hier open heb staan. Oké. Ah ja, en nog dit. Ah ja, dit wou ik ook nog terjuist ook nog melden. Toen ik zei van... dit wil ik ook nog binnenkort doen in mijn livestreams. Ik ga het dus even erbij pakken. Ik ben onvoorbereid, hè mensen. Ik ben echt onvoorbereid. Moet ik zeggen, niet online? Nee. Oké. Mooi. Oké, dus wat ik wil melden is... waar staat dat nu? Ah, hier. Dus ik wil dus binnenkort gaan livestreamen ook met jullie. Dus ik heb de volgende DLC's gekocht. Dus als... Brazilian Paint Job Pack, DAF XD, DAF XG / XG Plus, en ik zie dus niks komen van YouTube. Ik ga toch wel eens even kijken, als ik het niet slecht heb ingesteld, YouTube Studio. Ja, het staat online, dus live, ja, dus live, oké. Dus dan heb ik nog Flip Paint, Designing Force of Nature's Job Pack, Going East, Halloween Paint Job Pack, Ace Cold Paint Job Pack, Iris Paint Job Pack,
MAN-TGX, Rocket League Promo, Scottish Paint Jobs Pack, UK Paint Jobs Pack, Candian Paint Jobs Pack, Fantasy Paint Jobs Pack, Metallic Paint Jobs Pack, Polis Paint Jobs Pack, USA Paint Jobs Pack, Ukrainians Paint Jobs Pack, Boyant, De Belk, Sia, Iberia, Italia, Road to the Black Sea, Scandinavia, Viva la France en West Balkans. Heb jij nog bijvoorbeeld iets heel leuks of zo? Stuur het dan door naar info@cyclotv.be. Bijvoorbeeld heb je iets van DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania, Volvo of een andere merk. En je wilt dat showen in mijn livestream. Bijvoorbeeld dat ik eens met jouw truck dan eens meer rond ga rijden. Dan moet je ze even de cijferbestand dan doorsturen. En met de bijbehorende bestanden wat er nodig is. Even naar info@cyclotv.be. En dan zien we nog wel hoe we dat dan vervolgens gaan aanpakken. Doe daar ook een kleine beschrijving rond. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld als je een paintshop doet van je cabine of zo. Waarom heb jij dat genomen, die kleuren? Heeft dat iets te maken met je verleden of noem maar op? Of is het een eigen fantasie? Dus ja, en zo gaan we dan ook nog eens over naar Planet Coaster. Daar heb ik ook alle DLC's ervan, zoals de Great Draw, Interactive Shooting Ride, de Adventures Pack, Back to the Futures, Time Machines Constructions Kit, Classics Rides Collections, Knight Rider, K.I.T.T.T. Construction Kit, Magnifics Rides Collection, Spooky Pack, Studios Pack, The Munsters Catch, Construction Kit, Vintage Pack en World's Fair Pack en Ghost Hunters. Heb je daar een hele mooie scenario? Blueprint, Natural, Building Small, Building Large, noem maar op. Heb je daar iets van? Ja, of van een eigen pretpark wat je zelf hebt gemaakt. Stuur dan ook alsjeblieft dan even op naar info@cyclotv.be. En dan ga ik daar ook weer al een hele leuke beoordeling rond doen. Hoe ik jouw pretpark vind, of hoe ik jullie rollercoaster vind, of hoe ik jullie bijvoorbeeld die constructieke ervan vind, hoe dat gemaakt is of zo. Mocht dat ook altijd doorsturen naar info@cyclotv.be. Daarna gaan we ook nog zo eens door naar No Limit 2 Rollercoaster Simulation. Wel, dus daar wil ik dus jullie eigen creatie van achtbanen ook beoordelen. Hoe soepel dat het gaat, hoeveel G-kracht dat die heeft. Als je zo'n achtbaan ook bouwt, geef ook dan een naam aan die achtbaan. En waarom dat je die naam hebt genomen. En ook alle specificaties er even erbij zetten van zoveel G-krachten, zoveel snelheid, zoveel inverses en al. Schrijf dat er ook alsjeblieft erbij. En dan doe ik daar wel rollercoasterdatabase.com. En dan, ja, dan doe ik daar ook wel een hele leuke beoordeling. Bijvoorbeeld, wacht, ik ga eens even heel snel eens kijken, want ik zit nu op de rollercoaster database. Ik ga er eens even een achtbaantje bij nemen. Ik ga Bobby Jan opnemen. Bobby Jan Land. Zo. Klik hier, Bob Express. Dus bijvoorbeeld de lengte, de hoogte, de snelheid, de inversies, de duur van de rit, de argumenten, de details. Voilà. Bijvoorbeeld, ik heb hier nu de Bob Express genomen. Bijvoorbeeld kan ik van zeggen van Bob Express is in werking sinds 15-5-2000, jaar 2000. Het is een power coaster staal sit-down family coaster. De make is van Mack Rides GmbH en Co. KG. De model is power coaster en customs. De treklengte is 521 meter lang. De hoogte is 10 meter. Snelheid is 36 km per uur. Inversies 0. Duur van de rit is 2 minuten en 30 seconden. Trainen argument. Single train with 10 cars. En de kostprijs is van die attractie €3.350.000. En de capaciteit van 1520 personen per uur kan die attractie bedienen.
Dan ga ik bijvoorbeeld de Typhoon. Of de Fury. De Fury, dat is nog een van de nieuwe rollercoasters. Die is in werking sinds 24-6-2019. Dat is een achtbaan, een stalen achtbaan, een sit-down achtbaan, een extreme achtbaan. De make is van Coastlower Amusement Rides GmbH. Model is Infinity Coaster Customs. De treklengte is 600 meter lang, hoogte 43 meter, snelheid van 106,6 km per uur. Inversies 2, duur van de rit 1 minuut 30 seconden. Elementen en turntable, een LSM Launch Multipass, een Junior Scorpion Tail, een Tap Head Outside, een Reparant Corkscrew, een Corkscrew, een Junior Scorpion Tail en een Turntable Train. Waarom staat dat in het Engels? Ik kan al zo. Wauw. Oké, wacht hè. Ja. Oké, treinen. Regeling 2 treinen met 3 wagens per trein. Ruiters zijn met 4 personen en enkele rij gerangschikt. Voor een totaal van 12 renners per trein. Dus per persoon per trein. Thema is. Ik ga dat wel terug echt in het Engels zetten, want dat is niet goed verteld. Vertel. Hier moet ik het even terug doen. Waargenomen taal. Oké. Dan opmerkingen. This is een triple launch coaster. Forward, backward, forward launch. It is told be the part to be the tallest, fastest and steepest triple launch coaster which the most inversions in the Benelux, Belgium's Netherlands, Luxembourg. Rise of the Fury have a button on which the can vote which direction the ride should go, forwards or backwards. The majority of the votes Ik probeer goed al Engels al te lezen, hè mensen. Dus schiet me niet af dat het slechte Engels is, hè. The train seats 12, so when the votes are tied. The right CPU chose random. There will be forward only trains accommodate to we wish not to go backwards. The physical track length is 600 m. Approximately 830 m is traveled during a ride cycle when considering the multiple launches. Okay. Ik ga niet verder lezen, want het is veel. Maar heeft Like Me... Oeh, Like Me heeft ook in Bobby Yarlot gecast. Oké, dat weten we dus ook al. Dus en in Bobby Yarlot heb je de attracties Bob Express, Dreamcatchers, Furry... Naga Bay, Okidoki, Revolution, Speedy Bob en Typhoon. En de achtbanen die nu momenteel allemaal gesloten is, is de achtbaan Alpen Blitz, Looping Stars, Speedy Bob. Oh, Speedy Bob en Wervelwind. Is mijn favoriete attractie in Bobby Yarlot echt gesloten? Speedy Bob. Kan ik zelfs Bobby Yarlot niet meer typen? Oh my god. Bobbyyarlot.be. Ja. Alles koekje accepteren. Het park. Parkplan. Ziet je wel, die hebben ze nog. De Speedy Bob. Ja, de Speedy Bob hebben ze ook nog. De Typhoon hebben ze ook nog. Ja, oké. Er is niet echt veel veranderd aan die pretparken. Nee. Oké.
Maar ja, dat terzijde. Ik heb nu ook jullie het nieuws verteld, wat ik ook wil doen met livestreams. Dus zend jullie attracties door van No Limits of pretparken. Noem maar op bij Planet Coasters. En noem maar op van trucks bij Eurotrick Simulator. Duw. Voilà, nu ga ik verder doen met... met de afwas. Voilà. Ik moet toch niet meer zoveel doen. Want anders ga ik dat ook niet rond. Ik ben dan nu weer aan het verkommeren. Omwille van zoveel berichten dat ik daar eens een keer krijg binnen. Daar ben ik wel iedereen dankbaar voor. Dat iedereen nog altijd denkt aan mij. Voilà. Zo moet je dan altijd denken. Ze zijn u dan niet vergeten. Daar ben ik wel eigenlijk wel blij om. Oei oei oei, mijn batterijken is ook al oranje. Dus ik ga het hier ook niet meer te lang vloggen. Morgen ga ik gewoon terug werken voor de eerste keer terug. Allee. Hopen op goed geluk, want ik heb nog altijd de maasteken. Yeah. Nu nog de deksels wat proper maken. En ik hoor weer al mensen buiten. En ik ga niet kijken wie het is. Het geeft mij ook prikkels. Ik geef dat eerlijk toe. Daarna nog de drinkbeker van mijn schatje. Ja. Moet je het eens gaan spoelen. Dat doe ik zo 3 keren. Voilà. Kijk er nog eens in. Ja, dan is alles goed eruit. Hier ook. Amai. Ik heb eigenlijk mijn drinkbeker nog altijd niet gebruikt. Van aan de winkel wat ik heb gekregen. Daar ben ik wel... Wow, ben ik daar trots op? Dat ik nog niet heb gebruikt? Nee. Maar... ik ben wel al blij dat ik het heb gekregen. Dankjewel voor. Voilà, nu ga ik het water laten weglopen. Dan weer alles wat sorteren. Voilà, het water is weer al gone. Wat ik dan nog zo'n nog ga doen, dat is nog een lekkere douche nemen. Terwijl dat die mijn vlog in elkaar aan het steken is, ofwel mijn bestanden eraf aan het halen is. Want ik denk dat het weer al vrij groot aan het worden is, mijn bestanden. Ik heb wel redelijk wat gigabytes heb hier al zitten te vloggen. Op het laatste van de dag, daar ben ik nog wel dankbaar voor. Ik ben jullie niet vergeten, dus ik ben wel ziek. Ziek. Maar... jullie vergeten? Nee. Dat zal ik niet kunnen. Dat zal ik echt niet kunnen. Echt niet, mensen. Dat kan ik niet. Ik kan jullie niet vergeten. Want dit doe ik bijna toch al dagelijks vloggen. En als ik eens een dagje niet heb gevlogd... ik geef dat eerlijk toe, hè, mensen. En jullie zeggen van, dat is niet waar, dat is niet waar, je zit er maar liggen. Dan heb ik er spijt van. Dan heb ik er echt spijt van dat ik die dag niet heb zitten te vloggen. Want dat kun je niet inhalen. Dat kun je godverdomme niet inhalen. Nee. Voilà. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet om een belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. En ik zie jullie allemaal weer morgen terug. Yo, 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 yo.